En welkom bij deze speciale aflevering van de Villa Fabriek. Hij daar die daar hangt is Wim van Oorschot, die doet het geluid. En deze hier met die winterwortel is Gert-Jan van Rossum. En hij verzorgt de kaan. De wortel is voor het paard. Ik ben Rosalien van der Sande, maar vrienden noemen mij Roos. En ik ben de directrice van de Villa Fabriek. Van waar wij al onze programma's uitzenden. Vandaag geen gewone villa-programma's met rare mislukte filmpjes, maar vandaag een hele speciale gast. Sinterklaas in de villa-fabriek. Ja? Nou, ik geloof niet dat die oude man hier komt. Vandaag heeft de goed heilig man besloten om dit jaar bij mij op bezoek te komen. Elk jaar schreeuw ik mijn stemmetje schor en ik heb hem nog nooit gezien. Nooit! Het zal niet aan Sinterklaas liggen, maar aan jou. Huh? Vervelende gedrag. Ik geloof niet dat de Sint komt. Ik geloof niet dat Sint. Echt niet. Die van Rossum. Altijd met die grappige, absurdistische humor. Doe jij altijd zo vervelend? Geef die camera. De camera! Schot! Nee. Dan ga jij de troep opruimen buiten voordat Sinterklaas komt. Hupsakee. En dan laat ik de kijkers thuis zien hoe ik alle zaken geregeld heb voor onze beroemde gast. Roos, dan kan ik mooi alles filmen. Ja. Zeg jij maar mevrouw van der Sande, hè? Wim. Maar Roos, kan weer opruimen. Voor ons kan lekker filmen. Ik heb hier een stoel voor de Sint. Die zit dan hier, waar ik zelf ook altijd zit. Want hij kleurt daar ook heel erg mooi bij. En hier heb ik een bak met wortels voor het paard. En de pieten komen hier. En dan krijg ik dus allemaal cadeaus. En dan zing ik een lied. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. En ik hou hem erop. Ja, alsjeblieft, zeg, weet u misschien waar Roos woont? Mevrouw van der Sande? Dat weet ik niet, Roos, ja. Ben jij een beetje zoet geweest, joh? Ja, Sinterklaas, ik ben... Roos! Zwarte wagen in de knie! Zwarte wagen in de knie! Zwarte wagen in de knie! Kalm. Ga jij eens even proberen. Rustig. Zwarte okay. Piet. Hé, hey, dag van Roswald. Dag. Ja, Piet. Ze zijn hier een beetje vreemd. Ja. Maar wel heel aardig hoor. Dus, ja, vreemd. Sinterklaas! Sinterklaas zat voor de deur. Fijn. Ja, volgens mij zijn ze de weg een beetje kwijt, hoor. Maar ja, ga je mee, plaatjes, Piet? Welkom, Sinterklaas. Ja, we zijn heel vereerd. Kijk, dit is dus de villa-fabriek waar we alle programma's opnemen en uitzenden. Dit is mijn stoel, maar daar mag ik vandaag in zitten. Hier gaan zitten. Oh, ja. Oh, lekker. Dat zit goed, nou. Zeg. Dit is het. Ah. Zo, nou, dat zit heerlijk. Zit goed. Ja, nou. Hou maar op. Voordat u mij wil gaan vertellen wat ik allemaal voor goeds heb gedaan dit jaar in een werkverzet, ondanks die twee sukkels eigenlijk, en u mij met cadeaus wil overstelpen, gaan wij eerst een lied zingen. Nee, hè? Nou. Sinterklaas, kapoentje, gooi dat in mijn schoentje, gooi dat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Ga maar aan microfoon. Buitengewoon bedankt voor het prachtige lied. Mooi. Nou, ik moet u zeggen, ik kom hier graag, maar wij zijn hier niet gekomen omdat het hier zo goed gaat.
Nee, wij maken ons een beetje zorgen. Ja. Sorry, gaat het niet goed, Sinterklaas? Nou, we hebben de villa dit jaar heel goed in de gaten gehouden. Ik vind jullie eigenlijk zulke grappige mensen, maar... Toen bleek toch dat er voldoende aanleiding was om achter in het boek een speciaal achterwerkdossier aan te leggen. En dat staat hier van Rossum. Ik heb het niet gedaan, Sinterklaas. Eerlijk niet, echt niet. Er staat hier bij de minpuntjes, Gert-Jan van Rossum, dat jij de beer... Nee, eerlijk niet. ...pluis van Oorschot hebt gestolen. Dat heb je niet gedaan, eerlijk niet, Sinterklaas. Er staat hier zelfs dat jij het magazijn bent ingegaan. Ja, klopt. Nee. De kist hebt opengemaakt. Ja. Nee. De beer hebt genomen. Ja, eventjes mee naar mijn kamer. Daar is het vast een stuk gezelliger dan hier in het kille magazijn. Zo, Pluis. Wij moeten eens even goed met elkaar praten. Nee, jij moet eens even goed naar mij luisteren. Ja, Sinterklaas, en Van Rossum maakt ook altijd de kinderen hier in de straat bang. Dat is een leugen, Van Rossum, dat weet je. Je liegt. Je liegt het gewoon. Nou, Gert-Jan, ik zie hier dat jij ook een eng masker hebt opgezet om de fans van mevrouw Roos bang te maken. Dat was een vergissing, Sinterklaas. Dat was echt een vergissing, oh, eerlijk. Ja, staat wel. Ben jij nou helemaal in een haartje? Ben jij nou helemaal mijn fans een beetje schrik aanjagen? Ah, Willem van Oorschot. Nou, Sinterklaas, een mooie rekenmachine of een nieuwe computer met internet? Ik hier vooral staan, Willem. Dat er toch een paar dingen niet echt door de beugel kunnen. Ja, maar klopt, dat komt door Gert-Jan, Sinterklaas. Vooral die keer dat jullie cowboytje en indiaantje speelden. Oh ja, dat was wel leuk. Schietje! Ik ben dood! Die dingen die door jullie kapot gaan. Ja, dat ook. Maar we zijn er nog niet, want hier is nummer 3. Oh ja. Rosalien van der Zanden. Zegt u maar Roos, Sinterklaas. Nou ja, u heeft zelf ook wel gezien dat het voor mij helemaal niet meevalt om hier die hele fabriek in mijn eentje te besturen, terwijl ik ook nog zit met die twee hier. En, maar ja, ik ben al tevreden met iets heel kleins, zoals bijvoorbeeld een ketting met diamantjes of oorbellen van echt goud. Er staat hier toch een beetje een pijnlijke pagina over jou. Over mij? Er staat hier bijvoorbeeld dat jij de problemen nog wel eens wat, dat is een moeilijk woord, agressief oplost. Ja. Agressief? Ja, er staat hier bijvoorbeeld, Roos is zo boos omdat de jongens niet doen wat zij wil. Gedaan. Ik heb iedere dag uitzendingen verzorgd. Ik heb rondleidingen gegeven. Ik heb t-shirts de deur uitgedaan. Videobanden geperst. En ik heb dit voor u gemaakt. Een tekening. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Roos. Nou, maak jij je maar geen zorgen over je cadeaus, Roos. Dat rijmt. Zal ik een rondleiding geven door de fabriek? Ja, dan kunt u zien hoe we alle programma's maken. Oh, dat lijkt me erg leuk. Ja. Alleen, Piet, moet ik wel even het boek op een veilige plek brengen. Want er staan nog zoveel dingen in van kinderen die cadeautjes en gedichten moeten krijgen. Wij hebben een hele goede kluis. Daar leggen we ook alle videobanden in. Oh, ja. De beste programma's. Ja, nou, als Roos zegt, komt er maar mee. Ja, leuk. En mij de staf, leuk, Piet. Ja, Roos. Naar de fabriek. Ja. Die kant moeten we uit. Het is waarschijnlijk de veiligste kluis van Nederland. Daar ben ik heel blij om.
gaat u nu doen? De heim zit vast. De muur draait. Wat bent u sterk? Alsjeblieft. Hier. Nog een hek. Nou, kom ze mee met het boek. Het boek wel veilig, hè? Ja, nou gelukkig wel, Sinterklaas. Geef de sleutel aan u, Sinterklaas. Stel je voor dat we het boek kwijtraken, zeg. Ja. Ja, als u de sleutel hebt, dan weten we zeker dat het boek veilig is. Ja. Zullen we nu de rondleiding gaan doen? Graag, ja. Ga mee. Pietje, de sleutel. Ja, in de zak. Sinterklaas, ja, gaat u mee? Ja, ik ga de fabriek laten zien. Willem, wij moeten dat boek hebben. Als wij dat boek hebben, dan krijgen we wel cadeaus. Dan kan die niks bewijzen. Mag dat? Natuurlijk mag dat niet. Maar jij wilt toch ook cadeaus? Ja, ja, we moeten wel cadeaus hebben. Luister, ik heb een plan. Ik heb een plan. Dit is de postkamer. Hier komt alle post binnen. En alle brieven lezen we en de tekeningen bekijken we en we schrijven iedereen terug. Oh, dat doen wij ook. Nee, doen wij. En onder de brievenschrijvers verloten we altijd een villa t-shirt. Villa t-shirt? Villa t-shirt? Heb je geen villa t-shirt? Ik niet, nee. Ik wel. Ik heb een villa t-shirt, ik draag het graag. Ja. Is dat? Dat zijn de jongens, die zijn waarschijnlijk decors aan het maken. Oh ja, ja, ja. Wat kun je ons nog meer laten zien? Ik zal u nog meer laten zien. Komt u maar mee. Komt u maar mee. Zal het langzamer lopen? Nou, het gaat wel. Een heel apart model dat we hebben. Ja, ik kom. Komt u maar mee. Het is net iets voor u. Is mooi. Dit is onze villawagen. Hiermee maken we reportages en we bezoeken verschillende filmsets en we vervoeren snoeren en licht, decors, figuranten, alles. Lekker warm, hè? Hier ligt het boek in. Mag open, dan mag open. We hebben hem. Het boek van Sinterklaas. Spiegeltje, ruitwissers. En een snelheid van 140 kilometer per uur. En er is er nog wat leuks. Let op. O jee, feestverlichting. En dan heb ik nog wat. De sirene uitkrijgen? En wat gaan Van Oorschot en Van Rossum met het boek van Sinterklaas uitspoken? Krijgen we morgen wel cadeaus als er Sint zijn boek kwijt is? Kijk morgen naar het vervolg van Sinterklaas op bezoek in de Villafabriek. 6 uur, Nederland 3. Okay.